Als eerste ter wereld koopt de Deense overheid informatie uit de zogeheten Panama Papers. Een groot deel van die documenten die werd al eerder online gezet, zoals u weet, door journalisten, maar blijkbaar niet alles. De Denen gaan nu betalen voor die extra informatie. Så viser det sig, at der er mulighed for at komme efter nogle af de danskere, der tilsyneladende via Panama har skjult penge fra skattevæsenet. Måske nogle af dem også kunne være kriminelle penge. Og der skylder vi de mange danskere, der betaler den skat, de skal, og får fat i de oplysninger. Og derfor har jeg efter drøftelse med Folketinget konkluderet, at det gør vi så. Een nieuw hoofdstuk uit de Panama Papers. Ja, 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 en die hoofdstukken begonnen allemaal in april. Toen in ons land het FD en Trouw, maar ook andere kranten wereldwijd begonnen te publiceren uit de administratie van een trustkantoor in Panama. Nog eventjes opfrissen. Mondzak Fonseca heette dat, Fonseca. dat is een bedrijf dat eigenlijk particulieren, maar vooral bedrijven, rijke klanten helpt om belasting te ontwijken of te ontduiken. Dat ligt er maar even aan. Ze deden eigenlijk een beetje wat je wilde, als je maar genoeg betaalde. En sommige constructies waren legaal, hoor. Ik bedoel, het ging niet alleen om boeven. En dat heeft dus geleid tot die publiciteit waar ook Nederland in voorkwam. Allerlei namen doken ineens op in die Panama Papers. En dat ging dus allemaal om mensen die kennelijk iets op hun kerfstok zouden kunnen hebben financieel. Ja, we hebben al heel veel daarover gelezen, maar blijkbaar willen de Denen meer. Er zijn honderden pagina's over gelezen. Op een gegeven moment, heel raar, hè? Toen ebte het een beetje weg. Zeg maar, deze zomer was er ineens niets meer over dit. Maar nu komt het terug. En de Denen willen ineens betalen voor een stuk informatie dat ze nog niet hadden. En dat willen ze doen om het aan de Belastingdienst te geven. Dus ze hebben geld over voor informatie die naar verluidt zo'n 600 Denen zou kunnen incrimineren. Hè? Die ze dus ineens op de radar krijgt van de belasting. Daar willen ze achteraan. Oké. Okay. En hoeveel gaat daarvoor betaald worden? Ja, de minister.